wij nog Spellenzolder, dit keer het spel Muis Geflipt, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer een kwartier tot 20 minuutjes mee bezig bent. In dit spel zijn alle spelers katten en hun doel is natuurlijk zoveel mogelijk muizen te vangen. En de muizen zijn gek op mode, dus als jij een kledingstuk toont wat zij al hebben, denken ze, hey, dat kledingstuk wat ik aan heb is niet zo uniek als ik dacht. Daar schrikken ze van en dan kun je ze grijpen. Of je kunt ze lokken door te zeggen dat je een nieuw kledingstuk hebt wat ze nog niet dragen. We gaan eerst maar eens kijken wat we krijgen in dit mooie blikje. Het spel is gemaakt door Ghislaine van de Bulk. Die kennen we onder de andere van Koplopers en Dwarsliggers en Lino. Wij krijgen de spelregels keurig in het Nederlands. En die zijn rijk geïllustreerd. Die stellen in principe niet zo heel veel voor. Verder krijgen wij de kaarsjes. En wij krijgen twee soorten kaarten. Wij krijgen de kledingkaarten. En daar staan allemaal kledingartikelen op. En wij krijgen de muizenkaarten. En daar staan allemaal muizen op. Die verschillende mode items dragen. En dat is wat we krijgen. Hoogste tijd om een spel te gaan spelen. En zo ziet het spel eruit in mijn voorbeeld voor 3 spelers. Elke speler begint met een hand van 7 kaarten. Hier ligt de stapel kazen, 1 daarvan ligt open, de rest van de kledingstukken en de muiskaarten. De speler met de schoonste handjes begint, die draait 1 van de kaarten open, zodat iedereen die goed kan zien. Op zo'n muiskaart staan eigenlijk 2 dingen. Daar staat natuurlijk een muis met een aantal kledingstukken, blauwe schoenen, een rode jas, een rode bril. Kleur en natuurlijk het kledingsoort zijn heel belangrijk, want je hebt ook blauwe bril of bijvoorbeeld groene schoentjes. En verder staat er een kaas op. Ik ga eerst even de kaas uitleggen. De kaas is een soort bescherming. Als deze kaas overeenkomt met het kaasje wat hier open ligt, dan is de muis beschermd en kan die niet gevangen worden. Als mensen dan toch proberen deze muis te vangen, dan krijgen ze niet de muis, maar dan krijgen ze het kaasvisje wat daar ligt. En dat levert ze aan het einde van het spel minpunten op. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk van dit soort muizen te verzamelen en elke muis levert je een punt op. Dus de muis wordt opengelegd en dan gaan alle spelers gaan kijken of ze een kledingstuk hebben in hun hand wat overeenkomt met de kledingstukken die deze muis aan heeft. Heb je dat, dan moet je dat zo snel mogelijk erop leggen. Degene die het als eerste erop legt, die wint de muis. Zijn kledingstuk gaat naar de aflegstapel. De muis komt in zijn scorestapel te liggen. En hij trekt weer een nieuwe kaart, zodat hij weer 7 kaarten op handen heeft. Het zou natuurlijk ook zo kunnen dat je in je hand allemaal kledingstukken hebt, maar dat geen één van deze kledingstukken overeenkomt met de kledingstukken die de muis draagt. In dat geval mag je je hele hand erop leggen en dan roep je muis geflipt. Doe je dat, dan wordt er natuurlijk even gecontroleerd of dat juist is. Dus we mogen geen rode bril, geen rode jas en geen blauwe schoenen vinden in jouw stapelkaarten. En die vinden we niet, dus gelukt. En dan gaat ook de muis naar jou toe en krijg je weer een nieuwe hand van 7 kaarten. Het gaat er dus om dat je snel reageert en dat je dus snel ziet wat er gebeurt. Overigens, degene die de muis wint, is degene die de volgende muis weer opendraait. Zoals nu, ik zie een geel strikje. Ik heb een geel strikje, dus ik leg hem erop. Is iemand anders mij voor? Ja, je kunt het altijd zien. Het gaat erom welke kaart als eerste op de muis ligt. Dat is degene die wint. Vergis je, dus je denkt bijvoorbeeld, oh, hij heeft een bruine riem om. Nee, het is een bruine broek. Dan is het fout. Dan gaat het kledingstuk wat je erop gelegd hebt, omdat het fout is, gaat niet naar de aflegstapel, maar dat gaat ook naar jouw puntenstapel. En elk kledingstuk wat je hier hebt liggen is 1 minpunt waard. Muis is 1 pluspunt waard en een kledingstuk een minpunt. De muis die gaat weer terug in de stapel onderop en de volgende wordt opengedraaid. Je vult je hand overigens wel weer aan tot 7. Als jij een muis geflipt roept en er zit een fout in. Nou, wat mogen we niet hebben? We mogen geen oranje tas, geen blauwe stropdas en geen oranje shirt hebben. Nou, ik zie een blauwe stropdas. Dat is al fout. En verder heb ik het op zich goed gedaan. Dan heb ik dus 1 foute kaart. De kaarten die ik krijg ik weer terug op hand. De stropdas is fout. Ik heb nu maar 1 fout. Laten we even voor het gemak zeggen dat ik 2 kaarten fout had. Dat is leuk voor het voorbeeld. 1 van deze 2 kaarten komt gesloten bij mijn puntenstapel en telt ook gewoon als een strafpunt. En de andere gaat open.
Waarom moet er eentje gesloten? Als je een muis geflipt roept en je hebt het fout, komt er altijd eentje gesloten. Zodra je 3 gesloten kaarten in je puntenstapel hebt liggen, dan mag je geen muis geflipt meer roepen. Dus daar moet je ook nog weer een keer rekening mee houden. En de muis zelf gaat weer onderop de stapel, want die is ontsnapt. En zo gaat het spel verder. Nou, je ziet deze muis. Ah, je legt er een stropdas op, want jij bent snel en je ziet meteen. Ah, hij heeft een gele stropdas, die wil ik. Maar, je was te snel. Hier onderaan zien wij een blokje kaas. En dat is dezelfde kaas als die hier ligt. Oftewel, deze muis is beschermd. En die mag niet gevangen worden. En je hebt het toch geprobeerd om het te vangen. Dan gaat jouw kledingstuk gaat weg. Want dat is op zich goed gedaan. Dus daar krijg je geen strafpunten voor. De muis die ontsnapt. Dus die gaat weer onder op de stapel. En jij krijgt de kaas. En de kaas is zelfs 2 strafpunten waard. En dan gaat de nieuwe kaas open. Zou jij dezelfde situatie hebben en je legt er een fout kledingstuk op, dan krijg je dus ook nog de strafpunten van je foute kledingstuk. Je krijgt de kaas en de muis ontsnapt. Mocht het zo zijn dat iedereen lekker alert is, dus de kaas op de muis komt overeen met de kaas die open ligt, en iedereen denkt, ja, daar ga ik mijn handen niet aan branden, dan wacht je even en als je ziet dat echt niemand wat gaat spelen, dan gaat de muis gewoon weer onderop de stapel en wordt de volgende opengedraaid. En dat is toevallig weer eentje die beschermd is. Nou, en juist door de snelheid kan dit heel gemakkelijk over het hoofd gezien worden. En dat brengt dan weer leuke situaties met zich mee. Het spel is afgelopen zodra de laatste muis is gevangen of zodra de laatste kaas wordt weggenomen. En dan gaan we punten tellen. Je krijgt 1 punt voor elke muis die je hebt. 1 minpunt voor elk kledingstuk in je puntenstapel. En 2 minpunten voor elke kaas in je puntenstapel. En de speler met de meeste punten is de winnaar van dit spel. Mocht er een gelijk spel uit ontstaan, dan krijgt de speler met de minste strafpunten dan vervolgens de winst. Dus van degene die gelijk spel hebben. Er is ook een variant bijgeleverd voor de jonge spelers. In plaats van dat zij hun kaarten op hand houden, krijgen zij slechts 4 kaarten. En die liggen open en bloot voor hun op tafel, zodat ze gelijk en makkelijk kunnen zien wat er ligt. Het principe verder van het spel werkt hetzelfde. En zo wordt muis geflipt gespeeld. In muis geflipt draait het om snel reageren. Je hand-oogcoördinatie moet gewoon goed in orde zijn. Je moet snel zien wat de muis voor kledingstukken aan heeft. En weten welke je in je hand hebt, zodat je er snel op kan reageren. En zo je puntjes pakken. De artwork van de muizen en de kazen en de kledingstukken is heel simpel, heel kleurrijk gedaan. Maar daardoor wel heel duidelijk. En sommige muizen dragen kledingstukken. Anders dan dat je ze normaal zou dragen, bijvoorbeeld een riem om hun snuit. Dus daar moet je ook nog eens een keer alert op zijn. Muis geflipt is gemaakt voor vooral de jongere spelers onder ons, de kinderen. Natuurlijk kun je het ook gewoon met volwassenen spelen en er zit ook wel wat leuke elementen in. Maar de hoofddoelgroep, naar mijn mening, is vooral echt de hele jonge kinderen. En die zijn ook razend enthousiast over dit spel. Dat hoor ik van heel veel mensen om me heen en dat heb ik ook op de beurzen mogen ervaren. Dat kinderen hier echt helemaal in opgaan. En dat is fantastisch om te zien. Wat je dan heel leuk kan doen is, je hebt dus, de kinderen krijgen 4 open kaarten. Zodat ze niet met een hand kaarten zitten. Die liggen gewoon open voor hun op tafel. En wat dan een handig idee is, is dat 1 iemand, degene die het spel kent, die is dan de spelleider. Dus die legt de kaart open. En als iedereen erop legt, dan kan die ook zeggen van, oké, jouw kaart lag er als eerste op. Jij krijgt de muis. En zo kun je het spel een beetje in banen geleiden. Ze gaan er helemaal op. Was erg leuk om te zien. Ik ga dit spel daarom dus ook geen cijfer geven. Het is echt niet voor mij besteed. Het is een hele andere doelgroep die hiermee getarget wordt. En ik vind niet dat het dan aan mij is om daar een cijfer aan vast te hangen. Dus jullie hebben de review gezien. Vorm een eigen mening hierover. En probeer het anders gewoon een keertje aan.